Kusuijen. Shirt weer naar beneden. Daar gaat hij. Voorgeven. Verheid. Oh, Verheid. Lekker uit de lucht. 4-2. Wedstrijd zo goed als beslist natuurlijk. Stijn, Zuijen kan de bal oppikken. Verheid, ja, daar is de ruimte bij Kishna. Kishna in de 16. Kishna voorbij Van den Avert. En het is 2-0. Sinds 6 jaar scoort hij weer eens. Zijn laatste maakte hij in november 2015 voor Lazio in de wedstrijd tegen Milan. Gemert komt er opnieuw uit. Niet voor lang. Seedorf. Seedorf, binnenkant paal erin. 2-2. Wat een mooie goal van Seedorf, zeg. Orde is weer hersteld in Den Haag. Maar wat een moeite kost het. Met een beetje een mazzeltje, Seedorf. Geen afspeelmogelijkheden, nou ja, dan maar zelf. Binnenkant paal, Tielemans gezien, 2-2. Diepgang bij Stijn. Nou, komt weer een moment. Terugleggen is dit... wat een goal zeg. Wat een heerlijke goal van Sam Stijn. Ja, zo kom je wel aan een goed doelgemiddelde. Wat je misschien aan het einde van de avond nodig hebt. Het is weer Stijn. Ja, MVV zit totaal niet in de wedstrijd. Levert de ene bal naar de andere in. Maar dit is een goede Haagse aanval zeg. Fantastisch afgemaakt zeg. Sam Stijn met zijn tweede en de 0-2. Besaaien. Ja, lekker balletje. Het is 3-2. De eerste keer op voorsprong. En het is de man die kwam. Sami Bouraar die hem binnenschiet. In het Haagse kwartiertje. En die moet nog wel wat doen hoor, Bouraar. Want die wordt daar vastgehouden ook door Vermeulen. Hij schiet hem prachtig binnen. Kijk. Bouraar. Met een gelukje. Bouraar heeft ruimte om te schieten. Doet dat! Wat een fantastische goal! Het is 0-3. Ja, waar MVV verdedigend vanavond mee bezig is, ik weet het niet. Maar ADO is heer en meester en staat dus na 35 minuten spelen met 3-0 voor in de Geuzelt. De fout van Zegers. Bouraar pikt de bal op en die heeft een zee van ruimte. En die bal die zeilt achter doelman Nijhuis. Sander, nog even het hoofd er tegenaan. Seedorf. Verheid. Goed gedaan. Zratic. Ja, verrast daar alles en iedereen. En wat een prachtige gelijkmaker is dat dan. Ja, ja. En dan kijk alsof je het elke week zo doet. Bertrams verrast. Amar Zratic. Begon de wedstrijd aan de rechterkant, was daar ook de man die daar Verheid een paar keer bediende. Verhuisd naar de linkerkant. En dan krijgt ADO toch waar het recht op heeft, namelijk het doelpunt. Geweldige goal, geweldige goal. Klas biedt zich aan. Klas draait weg bij Kaak. Met rechts, Klas, wat een goal! Ha! Hij was gepasseerd omdat Bouraar in de basis begon. Goed aangenomen en met rechts heerlijk geraakt. En dit is een fantastische vrije trap. De hat-trick nummer 3 van Stijn en de 5-0. Heerlijke vrije trap over de muur. Etemari gaat er mee, de keeper van Almere. In zo'n alles-of-niet situatie, maar de bal komt niet bij Etemadi. Sterker nog, nu heeft ADO Den Haag de bal en is er veel ruimte. En heeft Vicente Besaaien de tijd om na te denken. En doet hij dit goed? Ja, het is een mooi doelpunt. Doel is leeg en Besaaien scoort 3-1 voor ADO Den Haag. Wedstrijd beslist. 3 punten gaan mee terug naar de Hofstad.
Etemari gokt door mee te gaan met die corner. En ziet de bal uiteindelijk in het verkeerde doel belanden.